je het laat je lekker met die mok er maar ja. ja zeker wel, dat is echt vet. En, uh, ik, zeker wel, wil ik zeker doen. Het kan niet, bestaan niet. Dus, ik kan het of niet? Ik denk, nee, klopt. Laat je dromen maar aankomen. Dat is het beste advies wat ik kan geven. En laat me zien wat jullie kunnen. Sidonius Sjoerd Johannes, van harte welkom bij Young Ones. Dankjewel. We hebben een primeur volgens mij, of niet? Want dit is de eerste podcast die dat jij uh, gaat doen. Klopt. Wat gaaf zeg. Ja. Heb je er zin in? Loren. Nice, ik ook. Dus dan gaan we er iets, uh, iets heel moois van maken. Zeker. Hey, wat ik me afvroeg, hè? jij bent natuurlijk eigenlijk nationaal bekend geworden door je rol in Mokromafia. Klopt. En het gebeurde net al toen je hier bij de studio aankwam. Je werd meteen aangesproken door iemand die dat voorbij kwam. Ja, klopt. Ja. Gebeurt dat nou veel bij jou? Ja, best wel veel, veel ja. 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 Ja, ja, ja. En is dat dus veranderd sinds dat Mokromafia op de tv is gekomen of op Videoland? Ja, zeker wel. Ook met mijn eigen serie. Ja. Jij was een Matthäus? Ja, zeker. Je hebt het natuurlijk ook. heb het ook heel veel bekeken. Maar ja, jij zag, je, je zag het net ook al. Ja. Of nog had je waar ik ben, wat ik doe. En mensen reageren heel positief, ze worden meteen ja, vrolijk als ze je zien, klopt, ze zijn heel enthousiast. Dat klopt, dat klopt. En vind jij het zelf ook leuk? Ja, zeker gebeurt? wel, ja, 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 ja. Dus je vindt die aandacht ook wel lekker, dat vind je wel leuk om, uh, om te hebben? Zeker, ja. 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 Nou, waar ik en, en de luisteraars onder andere heel erg benieuwd naar zijn, is ja. uh, hoe jij uiteindelijk nou acteur bent geworden en hoe je dan in zo'n serie als Mokromafia bijvoorbeeld komt. Oké. Okay. Dus uh, wat ik vandaag ga doen is jou natuurlijk wat vragen stellen over het pad daarnaartoe, dus hoe je daar nou bent gekomen. Oké. Okay. En ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, waar dat je bent opgegroeid. Oké, okay. jij ja, ben opgegroeid in Lamere. Ja. Met, uh, mijn leven lang? Je hele leven ja. lang, dus daar ja. woon je nu nog steeds? Ja. En met, met wat voor gezin ben je opgegroeid? Heb je je ouders natuurlijk, broers of zussen? Ja, ik heb een zusje die er ook bij is natuurlijk. Ja, zoals ik inderdaad, die is hier wel in En mijn moeder Erika. Ja, dat, dat is het gezinnetje van ons. Ja. ja. En als je dan terugkijkt naar vroeger, hè? wat waren toen dan je dromen? Wilde je altijd al acteur worden of had je andere dingen? Ja, vroeger ook al, ja. 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 Dus zolang als je je kan herinneren, zeg je van ja, ik wil acteur worden. Zeker. En waarom wilde je dat zo graag? Wat was het eerste bijvoorbeeld, wat je zag van mensen op tv? Ja, met het, eh, belangstelling natuurlijk. De aandacht, ja. De aandacht? Dat krijg ik ook heel eh, vaak. Ja. En wat vind je daar zo mooi aan, dat je dan mensen blij kunt maken bijvoorbeeld? Of? Ja, blij maken en laten zien. Wat iemand met het syndroom van Down zijn uh, de loon achterna gaan. Ja, precies. Dus inderdaad, je hebt het syndroom van Down. Ja. Uh, ik zei ook al toen ik je uitnodigde, van dat ben je niet natuurlijk. Je bent gewoon Sjoerd. Klopt. En ik kan me voorstellen dat mensen wel vaak in het begin alleen dat stukje van jou zien, toch? Ja. Dus dat is ook iets waar we het vandaag wat meer over kunnen hebben. van inderdaad, wat, ja, wat heeft de impact daarvan op jouw leven en de mensen om je heen bijvoorbeeld? Klopt. Maar daar gaan we straks, uh, straks nog wat uitgebreider bij komen. Zeker. En hey, vertelde je dan vroeger bijvoorbeeld op school ook tegen andere mensen dat je acteur wilde worden? Zeker, ja. ja, ja. ja, ja. En hoe reageerde ze dan? Ja, heel leuk. Ze zei, oh, wat moet je doen, man? Ja. Dat is echt, dat is ook iets voor jou. Ja, precies. Dus je werd ja. wel meteen supporter Ja. Ze vonden het een goed ja. idee. Ja. Ja. En als je dan vervolgens kijkt naar... Nou, je loopt dan op het schoolplein rond, kan ik me voorstellen... Um, je, je vertelt dat tegen mensen om je heen, maar waar begin je dan? Want je kunt niet zo in één keer naar, naar de TV bellen: hé, hey, hebben jullie een serie voor? Nee, dus wat is uh, dan de eerste stap? Ik, de ik eerste begon stad? eerst met de mensen die om me heen waren. Ja. En toen ben ik al ingeschreven voor een koustibureau Ja. Heel geregeld. Zo, ja, zo gaan, dan de wereld voor mij dan als carrière zo uh, meteen overgaan. Ja, dus je moeder heeft je ingeschreven bij een castingbureau ja. en vanuit daar is eigenlijk weet je wel, de bal steeds meer gaan, uh, gaan rollen. Ja. En wanneer, weet je nog wat je eerste casting was? Uh, dat was uh, Down for Dummies. Dus uh, Down for Dummies was dan je allereerste casting die je deed en ook eigenlijk de eerste serie waarin je mocht gaan spelen. Ja, ja dat klopt. Daar heb ik ook uh, Britt, mijn uh, vriendin. Ja, jouw grote liefde heb natuurlijk hè. Mijn grote liefde heb ik dan de Lommerklee voor kinderen gevraagd. Kijk, op je knieverkering vrij. Ja. Ook live op tv of was het wel los van de opnames? Ja, live. Kijk, je laat er geen gras over groeien dan. Zeker niet. <laughs> Hoe was het toen je dan die eerste uh, ja, grotere rol kreeg in een serie? Hoe voelde dat voor jou? Ja, dat vond ik lekker. Ja. ja zeker. En dan mag je het ook nog bekronen met de liefde natuurlijk. Nou, dat is het kon niet meer op voor jou. Ja, zeker wel, ja. Wat vond je zo leuk aan Brit toen je haar daar leerde kennen? Smaakte ja. ze jou meteen aan? Lang naar blauwe ogen, dat viel ik ook op. Ja, is dat jou, jouw type vrouw? Ja. Uh, dat heeft zij. Ja. Ze hebben echt blond haar, blauwe ogen, en zorgzaam. Ja. Uh, Daarna zocht ik ook. En zij had datzelfde gevoel ook meteen bij jou dan? Ja. Ja, wat mooi. Meteen. Ik heb ook, uh, zei ik al eerder, vragen van luisteraars voor jou gekregen. Ja. En uh, nou, een van die vragen was dus ook van nou, hoe heb je jouw vriendin Britt ontmoet? Die heb je bij, Zo deze, be dus. bij deze beantwoord, inderdaad. Ja. En een andere vraag die dat ik binnenkreeg is: ja. wat vindt Britt ervan dat jij nu zo'n bekende acteur bent? In Eerst uh, was heel was ik geweest. Ja. Toen ik op, allereerste, op de allereerste foto ging met de vrouwen. Ze zei: moet dit nou? Waarom dan? Waarom dit? Waarom dat? Ja. En nu en meer, nu uh, Weet je, het uh, is het gewend en gesteund aan de ja, precies. Dus is nu gewend dat jij heel veel aandacht krijgt en die zegt van, nou, ik weet uh, wat jouw doel is, dus daar steun ik je in. Ja. Nou, mooi zeg. Mooi dat dat kan, toch? Dat ja. ze jou daarin uh, wilt stimuleren. Ja, zeker. Hey, en als je dan terugdenkt aan je jeugd, hè, uh, ja. weer op dat schoolplein, even die periode, vond je dat een leuke periode? Heb je het daar heel erg naar je zin gehad? Ja, zeker. Ik heb een hele leuke klas, hele leuke vrienden mee. Ja. En die uh, zegt ook, uh, ja, hé, hey, je kan dat. Ja. Doe het gewoon. En heb je die vrienden, zie je die nu nog steeds van vroeger? Uh, heel weinig nu. Maar als je de hier naar luistert, dan moet je het wel hè, weer krabbelen. Ja, precies, dan krijg je weer, uh, weer contact. Ja. <laughs> ja, je zei al van, wat waren jouw dromen als kind? Dat was dus echt om acteur te worden. Had je ook nog andere dingen? Want ik heb ook wel eens ergens gelezen dat je bijvoorbeeld zei van, nou, ik wil ook heel graag in een groot hotel werken bijvoorbeeld. Of was het meer dat je gewoon ergens wilde gaan werken? Ja, ik wil ook in... een je daar echt dat ja, goede tijden, slechte tijden. Dat dus een van mijn grootste dromen. Okay. Om daar aan mee te doen. Dus ja. Dus als iemand die daarover gaat nu luistert hiernaar, ja. dan moeten ze jou opbellen en dan wil je een goede tijd, slechte tijd Zeker wel. Ja. Wat voor rol zou je dan het liefste willen? Ja, bij Ludo Zanders natuurlijk. Ja, precies. En Nina. Dus jij wordt de nieuwe zoon van Ludo en, uh, en Nina? Ja, ja, zeker. Ja, Nina is natuurlijk de dochter van Ludo van mij, ja. toch? Ik ben ja. Zelf, uh, zoals je merkt, niet echt een, uh, een, een kijker van het programma. Nee, maar... nou, zeniel, uh, ja, precies. Uh, ja. Is dat ook je favoriete serie dan? Ja, zeker. Ik kijk er elke dag naar. En zijn dat dan ook. Want je bent nu natuurlijk een aantal keren bij Mokra onder andere. Ben je een beetje de bad guy geweest, toch? Ja, klopt. Een beetje de, de stoere klopt. jongen. Ja. Uh, ben je zelf ook een beetje zo? Ja, nou, echt. Ja, ben ik echt uh, gevolgd, jongen, natuurlijk. Ja. Maar wel heel leuk. Ik doe alles wat ik wil. En ook dankzij mijn moeder en mijn zusje natuurlijk. Die mij helpen daarmee. Ja, jullie zijn een heel sterk team met z'n drieën, heb ik het idee. Jazeker. Ja. Vind je dat ook leuk dat je zo... Je bent altijd dicht in de buurt natuurlijk van je moeder en je zus. En jullie kunnen heel veel met elkaar doen en delen. Ja. Is dat iets waar je heel veel plezier uit haalt? En vind je dat fijn? Ja, als je kijkt, zoals dit. De podcast natuurlijk. Ja. Denk ik denk, yes! Is nieuws. we zijn heel gaaf. Ja. Ja. Dus je houdt inderdaad van nieuwe dingen aangrijpen. en je vindt ja. het heel fijn dat de mensen om je heen je daarin uh, stimuleren. Klopt. Hoe belangrijk is dat voor jou dat je die hulp krijgt van de mensen om je heen? Ja, dat zijn gewoon een belangrijke mensen voor mij: mijn zusje, mijn moeder. en mijn vriendin natuurlijk. Ja. Dus ja. Op welke ik echt wel volledig uh, vertrouwen in, uh, en uh, opbouwen. Mooi om te horen, want ik kan me ook voorstellen als je dat niet zou hebben dan is dat natuurlijk veel lastiger, bijvoorbeeld om naar zo'n podcast te gaan of naar de opnames overal in de casting zoals je al zei. Ja. Dus dat, uh, is dat iets wat het syndroom van wel meebrengt voor jou, dat je soms die hulp nodig hebt? Ja, ik heb ook beperkingen natuurlijk. Ja. En soms heb ik ook huilstelling nodig. Maar voor de rest dan heb ik zelf wel. Ja, precies. Want je woont ook op jezelf, toch? Ja. Wel, je hebt een soort uh, knopje, toch? Waar, waar de ober dan komt en die... Uh... Nee, dat vind ik niet. Nee. Maar, ik heb altijd een link met de leiding. Ja. ja. Maar je vindt het wel gewoon fijn om op jezelf te wonen. Je werkt natuurlijk ook gewoon ja, door de week, onder andere bij, ja, uh, bij, bij Andergein. Ja, klopt. En sinds wanneer doe je dat al? Hoe ben je daarbij gekomen? Ja, ik uh, zocht uh, werk. Via een handprogramma. Ja. En uh, ik kwam daar... Even lopen, stage lopen. Ja, en dat was bij een hotel toch? In een hotel, ja, ja, klopt. Daar ik kon geen leiding aan me geven. Vond ik wel jammer. Ja. Maar dan ben ik in de partij, en dat is met een Ja, precies. Ja. Want ik kan me die uh, scène, zeg maar, nog heel goed herinneren uit dat programma. Want jij ging inderdaad stage lopen bij een hotel. Gewoon ja. een dag dat uitproberen, toch? Van ja, werkt dat vanuit beide kanten? Klopt. En aan het einde kreeg je toen te horen dat dat helaas niet doorging, zeg maar. Dat je daar niet kon blijven werken. Klopt. En dat deed je wel heel veel op dat moment, toch? Ja, klopt. Ja. Kan je vertellen, of weet je nog, uh, kun je herinneren wat je daarin zo raakte? Want je moest echt even daarvan van bijkomen, zeg maar. Ja, uh, dat dus ze geen leiding kunnen geven aan me. Dat, dat vooral. Ja. En hoe ze dat bij mij overbrachten. Ja. En toen dacht ik best wel erg, ja. Ja. Had je het idee dat je niet helemaal serieus genomen werd daar? Of dat ze je anders behandelden dan iemand anders? Ja, niet, niet, niet te serieus. Ja. Ja. Dat, dat merkte je natuurlijk ook in dat gesprek wel een beetje. Dat ging niet zo heel lekker. Omdat nee. iemand natuurlijk inderdaad iets uit probeerde te leggen. Wat hij niet echt kon uitleggen op dat moment. Dat idee had ik heel erg. Ja, had ik ook. Ja, dus ik kan me voorstellen dat je je dan... Ja, dan, dan heb je je best gedaan om daar te komen. Je hebt alles gegeven die dag. Ja, ja klopt. En, en dan wordt het toch niet helemaal lekker afgesloten inderdaad. Ja, klopt. Klopt. Ja. En vervolgens kwam Albert Heijn dus, of jij kwam, ging naar Albert Heijn en toen. Ja, uh, en daar ben ik uh, met hem meelopen en, uh, en had ik me aangenomen. Ik vertelde het een vriend van me dat ik jou had uitgenodigd. Toen zei hij, oh, dat is die jongen van Albert Heijn, toch? En ik dacht, dat is van Albert Heijn, wat bedoelt hij nou? Hij is toch van de van TV? Uh, en toen zei die, nee, nou, hij, nee, hij werkt wel Albert Heijn, maar hij wordt ook de hele tijd daar weer aangesproken terwijl dat hij aan het werk is. Ja, klopt. Ik, ik heb <laughs> ook gevlogd voor Albert Heijn. Ja, precies. Jij ja, hebt een YouTube-serie ook, toch? Ja, met Sjoerd. Ja. Dat heb ik ook nog gedaan? En verzin jij dat dan, of verzinnen zij nee, dat? Nee, kapitein, verzinnen dat. Wij hebben altijd een connectie ja. met mijn vlogs en kapitein. Ja, precies. Ja. ja. En hoe vond je dat om te doen? Want die series, je ging met allemaal bekende mensen op bezoek, ja, toch? Ja, klopt, klopt, klopt. Ja, wat vond je de leukste van allemaal? Ja, weet je, ik heb van alles, ik heb van alles gedaan. Ja. Ja, Robert, Robert, ja, dat is één van mijn idolen. Ja. En wie bedoel je dan precies? Robert van Beekhoven. Oh, natuurlijk, ja, zeker. Ja. Ja. Dus die heb je heel, is heel leuk, ja. Die is je heel goed bijgebleven, zeg maar. Dat is een goede. Ja, reding. zeker wel, ja. Lange Frans. Ja, lang Frans. Die front. ook. Ja. Hey, en wat ging je dan allemaal doen in die, uh, in die vlog van Blij met Sjoerd? Wat waren ja. de activiteiten die je ondernam? Uh, Skydiven, uit de vliegtuig springen. Ja. Heel uh, vet. Wat gaaf. Ja. En dan van Eurimaster afzeilen. Ja. Super vet. Ja. Dus je hebt wat dat betreft totaal geen angst? Of was je in het begin wel een beetje zenuwachtig? Ja, ging, was met het dan... de, de skydiving niet. Ja. We hebben het afzeilen, alleen als ik over de rand ging. Ja, precies. ik, oh god, wat ben ik nu weer bezig? Ik dacht het wel, maar ik zei het niet. Ja. En hoe voelde dat dan als je het eenmaal had gedaan en beneden was? Wat voelde je dan? Ja, heel veel adrenaline. Ja. Lekker gevoel? Yes, ik heb het gedaan. Ja, precies. Ja. Is dat ook iets wat je met acteren soms voelt? Dat je denkt, yes, weet je wel, ik heb die serie bijvoorbeeld... of ik heb een goede scène gedraaid. Dat ja. is datzelfde... Ja. Ik wil heel even weer een beetje terug in de tijd. Je merkt, ik ben een soort tijdmachine. Ik pak het een beetje terug ja. en dan gaan we weer, uh, weer verder. Want je zei van uh, castingbros... dat zijn natuurlijk ja, een belangrijke tussenstap naar een bepaalde rol. Ja. Maar eigenlijk nog een stapje daarvoor... is dat je met theater ooit al bent begonnen, toch? Ja, klopt. Ja. Bij jou Loka. Bij Art Loka. Klopt. En kun je dat eens vertellen? Hoe kwam je daar terecht? En wat is Art Loka Ja, Art Loka, Loka is een appelsending. Voor mensen met een beperking, een zonnebeperking. Ja. Dan maken we ook uh, voorstellingen. Zo dus zijn we ook druk mee bezig. Ja. Welke voorstelling ben je nu mee bezig? Uh, Vind je het leuk om te vertellen? Dat, wat? Ze weet het. Ja. Het gaat over de natuur. Het gaat over de natuur. Ja. ja. Daar gaat het een beetje over. Dat we rompen maken. Dat we eigenlijk niet rompen moeten maken. Ja, precies. Dat we geen rommel moeten maken en de aarde gewoon goed moeten verzorgen. Ja. En wat is jouw rol dan in de serie? Of in, de, in het stuk? In het stuk, ja. Ik ben een vader. Ja. In het stuk, op Ik ben een visser. Oké. Okay. Dus ja. Een vader en een visser. Ja. En die, die zorgt er juist voor dat er geen rotzooi wordt gemaakt. Anders. Klopt. Ja, wat mooi. En is Art Loka ook heel belangrijk geweest voor jouw ontwikkeling als acteur? Dat je daar met theater... leer je natuurlijk hoe je jezelf kunt uiten... en hoe je dat allemaal als een verhaal moet, ja, moet brengen. Ja, klopt. Ja, dankzij Art Loka ben ik zo geworden. Ja. Dus ja, dit is echt uh, een stap. Ja. Maar het daar te maken. En ook een stap naar me kan leren. Ja. Dus dat is echt voor mensen die nu luisteren heel belangrijk... om te begrijpen van, hé, hey, ja. als je... ...naar Short kijkt en je denkt van hoe komt hij nou bij, bij, bijvoorbeeld uiteindelijk bij Mokra Mafia? ...dan is dat stuk van theater heel belangrijk om dat te kunnen inzien. Jazeker, met theater kan je ook meteen uh, wennen. En dat je in je rol blijft. Ja. En met dat soort tips heb ik gekregen. En als het jou weer zijnde natuurlijk... ...heb ik dat ook gelijk weer meegenomen om in te leven... In ja. Dus eigenlijk heeft onder andere theater jou geleerd inderdaad van hoe kan ik me nou in een rol inleven ja. en dat vervolgens voor de camera of op een podium weer naar buiten brengen. Zeg ja, maar. klopt. Ja, zeker, dus voor ja. iedereen die acteur wil worden, zeg jij van hé, als je dat wilt, wilt leren. Ga bijvoorbeeld op een theaterschool of ga daarmee aan de slag. Want dat is een hele goede tussenstap, eigenlijk. Ja, klopt. En als je dan kijkt naar. Want je zegt het al, jouw rol als Joey in Mafia. Ja, klopt. Je had natuurlijk al daarvoor inderdaad ook grote dingen op tv en zo gedaan. Maar dit was wel echt de klapper, toch? Van toen dat. Ja, zeker wel, ja. Mafia is ook een hit hier, natuurlijk. We was ook nogal kan gewonnen. Ja, gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. Wel een laatste feest geweest voor Mafia. Ja, de laatste aflevering was De laatste aflevering. Ja. Ik ook. Bij, uh, zullen we daar zo een beetje in duiken in dat ja, avontuur van jou? Ja is goed. Weet je nog um, hoe dat je daarvoor gevraagd werd? Hoe kwam dat bericht bij jou? Ja, superfijn natuurlijk. Ja, ik hoorde het Ik Denk yes. Ja. En, en kwam maar, dat via het castingbureau? Of kwam dat via nou, je, je moeder of via de, Saskia? Ja, de makers van is dus anders weet ik ook wat uh, we doen. Ja. Zijn de makers die mijn moeder benaderd? Kijk, ja. En die vroeg: Laat je het dan leuk vinden om dan mee te doen? Ja. Toen heb een luidspreker. En we zeiden: Jouw, hij zit naast me. Oh, mag ik hem even hebben dan? Ja, het valt. Ik heb de telefoon in de mond met de luidspreker. Ja. Toen vroeg ze, Hij ziet het, laat je leuk om het mee te doen? Ik hem af? Ja, zeker wel, dat is echt vet. En ik zei, Zeker wel, dat wil ik zeker doen. Ja, wat gaat er? Op dat moment ben ik echt erin gelopt. Ja. ja. En was dat dan Ahmed Akabi bijvoorbeeld die jou belde? Of? Nee, de, niet Ahmed alleen. Ja. maar ook mensen daarmee. Ja, het hele team eigenlijk, zeg ja. maar. Ja, precies. Vond je het ook meteen spannend om in zo'n serie te gaan spelen? Dat weer niet, maar het is een hele grote hit-huur natuurlijk. En, uh... Ja, maar dat wist je toen nog niet natuurlijk. Nee. Had, je, had jij wel al verwacht dat het dat zou worden? Ja. Ja, jij voelde dat al. Ik voelde het al. Ja. En toen uh, de Dallamé deed, ja. Als dat kwam. Op de zet, ik weet wat je wil: cola, klopt. Dus alles was goed voor je geregeld? Ja. ja. En, en hoe ging je dan naar die opnames toe elke keer? Want het zijn hele lange draaidagen. Ja, dagen, klopt. Toch? Ik werd ook uh, opgehouden op en teruggebracht. Ja. Je had gewoon even privéchauffeur geregeld. Ja, ja. Nou, ik niet, maar uh, iemand anders in die uh, circuit. Ja, precies. En ja. we dan gevraagd: wil jij uh, jou hier rijden? Ja, zeker. Wil ik dingen doen, ja. En weet je nog de eerste keer dat je op de set aankwam? Hoe, hoe ja, was dat? Wat zag nog... je allemaal? Ja, ik kwam daar. Ja. En ik zag al acteurs zo lopen. Ja. De eerste acteur die mij begroette was mijn Tata. Ja. Ja. Dus daar had je meteen een goede band mee. Ja, meteen al. Ja. Ook meteen een goede dus had nog meteen goed klik. Zet dat Ik kan zeker de Ja, toen ja. leg ik al een hele colaatje van hem. Ja. ja precies, en toen hadden jullie meteen een goede band gesloten ja. voor de rest van de, van de opnames. Ja. En hoe gaat dat dan? Want dan kom je daar aan, nou dan drink je je colaatje en dan moet je ja. wat acteurs. En wat ja. gebeurt er vervolgens? Ga je dan eerst bijvoorbeeld de in, of hoe kun je mij ja, eens uitleggen hoe dat gaat? Ja, aan de kleding leg ik aan. Ja. Ik de kleding en nou, uh, om te sminken natuurlijk. Ja. Dan, uh, was ik helemaal klaar en ik yes ik mag weer en verander je dan ook echt, want je karakter is inderdaad Joey ja. wat je daar speelt ja Joey is het broertje van Tata ja en wat is Joey dan voor een jongen kan je dat uh, vanuit en Joey jou... is een -bed -kai. ja hij mag ook mee met de drugsdealer en uh... ja ze noemen die ook de drugsbaas dus ja ik ben gewoon zo'n wat een -bed -kai, uh, in die serie ja precies en was het dan ook als je andere kleren aankreeg, en dat zie je natuurlijk ook in jouw serie, uh, Joey en zijn Matties, ja. werd je dan ook een beetje Joey, moest je daar een beetje voor opladen zeg maar, om dat te gaan doen, die, ja. om die bad guy te zijn? Ja, dat had ik wel, ja. Ja, ja. klopt. En hoe deed je dat? Ik ga die kleren aan. en denk, nu ben ik Joey, nu ga ik ervoor. Ja, en als je dan kijkt naar al die acteurs die daar rondliepen, je zei net al dat je met bepaalde acteurs een hele goede band had klopt. en hebt. Ja. Um, van wie was je heel erg onder de indruk toen je die voor het eerst zag? Dat je zei: Wauw, dat ik met die acteur mag Even uh, 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 Taxi? Ja, Taxi. Riaz zit je in het echt. Ja. En IJs. Ice? Ice. Ja. 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 Wat vond je van IJs? Ik vind hem heel erg grappig in de ja, serie. Of in de serie Ice, is natuurlijk heel goed, maar. Hij is echt. Uh, ja, hij is mijn meid geworden. Ja. En ook een van de beste acteurs die er mee doen. Ja. Dit was ook zijn eerste rol, toch? Ja. Ooit? Ja. Want ja. je het knap dat hij dat dan zo goed kon doen? Ja, zeker wel, ja. ja. Zeker. Wat dat, dat betreft had jij al veel meer acteren fijn natuurlijk dan, uh, dan IJs. Ja, klopt. Ja. Als ik ben Ja, die woorden heb ik meer van geleerd. Dus ja, hij is echt, uh, echt heel nice. Ja. En hij is gewoon. één van mijn matties geworden. Precies, ja. een van Joey's en Matties. Ja. En jij hebt IJ IJs dus eigenlijk gewoon wat acteertips nog gegeven daar. Ja. ja. En hij heeft jou wat nieuwe woorden geleerd. Ja, niveau. Uh, ja. ja. Sommige woorden die dat in de serie gezegd worden, kan je hier niet uitspreken, toch? Dat doe ik even niet. Nee, precies. Nee, ik denk dat, dat wel die woorden, dat ik. Niet kan zeggen, natuurlijk. Best wel. Uh, mijn stiktes. Uh, ja, precies. Ja. Gemaakt, dus ja. En dat past natuurlijk wel in het verhaal van Mokramafia. Ja. Maar wat je net al zelf zei, en dat is natuurlijk ook juist het. Het gave, dat zo ben jij normaal niet. En dat nee. is natuurlijk leuk dat je dat af en toe wel even kunt spelen. Klopt. Maar daarna ben je gewoon weer short en dan uh, ja. ben je zoals je bent. Klopt. En wat vond je dan de allervetste scène om te spelen? Ja, dat ik je mocht schieten. Dat je mocht schieten? Ja. 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 En kun je eens uitleggen hoe dat dan ging? Ja, je ik kwam wel weer in mond. Ja, liggen ja. die daar gewoon trouwens in een soort, ligt daar gewoon één grote container vol geweren of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, net nepwapens. Maar het waar waren ja. die drugsleidingen? En die zijn er laag lag ook pistolen. Ik heb ja. één gepakt. De volgende woensdag was. Ja. Ik zei: O, kobus. Wie heeft uh, er geschoten? Ik dacht, ja, het is goed. Ik Maar ik moet niet. Maar de ouders zijn geluid. Ja, Want dat vond ik heel gaaf. In Joey en zijn Matties ging jij op het duur dus naar de mensen die uiteindelijk ervoor zorgen dat je echt ziet dat er geschoten wordt of dat er eerst bloed komt. Ja. Maar jij staat dus eigenlijk in de scène gewoon met een geweer in je handen en dan. Zeg maar, All dan like maak, that, je, ja. maak je de beweging, maar ja. in, in de montage wordt dat dan allemaal eromheen gecreëerd. Ja, klopt. Ja. Ja. En vond je dat niet gek dan om dat de eerste keer te doen? Want dan doe je eigenlijk alsof je schiet en later zie je pas hoe het is geworden. Ja, ja, klopt. Toen ik dat zag, ik, wat vet. Ja. Ja. Wat gaaf zeg, ik vond dat ja. ook. Ik, ik keek de serie van je toen ook, wauw wordt dat is zo gemaakt. Want dat vraag je dan wel eens af, ja, hoe het nou gaat. Ja, klopt, klopt, klopt. Ja, en in de serie speel je dus het karakter van Joey. Ja. En ik vroeg me heel erg af... Hoe heb je jezelf op die rol voorbereid voorafgaand aan de opnames? Ja, daarover werd het Ja, ja wil ik, wil ik eerst al mijn duimpje. Ja, moest je veel tekst lezen bijvoorbeeld of leren? Nee, ik niet. Oké. Okay. Ik mag gewoon, gewoon improviseren. Oh wauw, dat meen je. Ik kwam daar, toen vertelde ze. Ja, dit en dat is al gaan. Gaan we wat, wat improviseren en dat komt dan komt het weer goed. Oh, dat meen je zeg. Ja. En dan komt jouw theater... En wordt ook aan mijn kracht. Ja. En dan komt die theaterervaring die je hebt natuurlijk ook naar voren. Want daar moet je ook soms improviseren. Ja. Ja, precies. Wat gaaf, ja. zijn? Want ik vroeg ja, me dat af van hoe heb je dat gedaan? Zit je dan met hele lappen papier thuis om dat uit je hoofd te leren? Maar bij jou is alles wat we hebben gezien, is dus volledige improvisatie. Ja. 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 Zo. Ja. Nou, dan, dat maakt het eigenlijk nog knapper, vind ik dan. Ja, <laughs> En zou je kunnen zeggen dat Mokromafia je leven heeft veranderd? Ja, zeker wel. Want het... Uh... Dat is makkelijk ben ik zo bekend geworden. Ja. Waar ik nu ben, ik word herkend. Dus ja, heel erg leuk dat het in Avatijn. ben ik ook nog werk. Ja, ja. Toen zeg naar me toe. hey Joey. Even op de foto. Filmpje. Dames omheen. Dus ja. En wat je al zei, nou Gouden Koal gewonnen, Dan mag je op dat feest zijn, dat eindfeest met alle acteurs en ja. alle fans ook erbij natuurlijk. Ja. Uh, je, zei al, je bent ook afgelopen week bij Andy van de Meijden in de auto uh, te gast klopt, geweest. Klopt. Dus dat zijn natuurlijk allemaal hele leuke dingen. Net zoals zo'n podcast en zo. die dat daar misschien weer uit voortkomen. Dat wat meer mensen je dan gaan zien en gaan, uh, gaan kennen. Ja, klopt. Ja. En voor jou is het natuurlijk uiteindelijk allemaal een tussenstap naar goede tijden toe. Daar ja, dat zeker man. wel. Ja. Ja. <laughs> hey Sjoerd, ik wil het ook graag even met je hebben over het TV-programma De Laatste Duiner. waar jij natuurlijk ook een belangrijke rol in hebt gespeeld. Ja, klopt. En je zei in het begin van dit gesprek ook al van, nou, ik heb het syndroom van Down. Ja. En ik vroeg me heel erg af van, wat betekent het syndroom van Down precies? Ja, het syndroom van Down. Je wordt ermee geboren. Ja. kom je nooit meer vanaf. Ja, ziet het, ik heb het ook. En, uh, laat de mensen maar zien wat het is. En, ja. Ja, daar gaat het ook een beetje over. Ja, natuurlijk, want daar gaat het programma inderdaad ook onder ja. andere over. Uh, je zei eerder ook van, nou. Het is een beperking. Ja. Ik heb altijd het idee dat vooral heel veel mensen het zien als een beperking. Zie jij het zelf als een beperking? Nee, helemaal niet. Nee. Daar ben ik mee opgegroeid. De klein, was, had ik het al. Ja. En, eh, uh, ja. Er zitten bij mij nu uh, overkomens, natuurlijk. Ja. We zitten er al vandaan. Sta goed in het leven en, uh, ja. Het is gewoon lekker om, om zo te zijn. Ja, precies. Jij ziet het juist als iets positiefs als je kracht bijna. Van dit ja. is gewoon short. Ja. En, en laat we ja. aan de wereld zien wat je net al zei, van hoe dat is, en dat je ook gewoon kan doen wat anderen doen. Klopt. Ja. Heb je het idee dat je wel soms dat anderen dat niet helemaal goed begrijpen? Bijvoorbeeld in dat gesprek waar we het net over hadden? Ja, sommige mensen denken, denk, denk ik, uh, ach ja, ze trappen daar. Ik me vandaan. Ik kan niks. En niet waar? Mensen met zovendaan. Degelijk wel van alles. Zullen dus we moeten niet negatief overdenken. Gewoon positief. Precies. Ja. En misschien moeten die mensen zich dan ook eerst wat meer verdiepen in wat het precies is voordat ze dat oordeel kunnen vellen. Ja, klopt. Ja. ja. Bestaat er ook veel uh, verschil tussen mensen met het syndroom van Down? Want jij bent natuurlijk, jij praat heel goed, je bent in de serie. Ja. Alleen uit wat je zegt, hoe je hier zit, je verwoordt zelf heel goed. Klopt. Maar zijn er ook mensen met het syndroom van Down die dat misschien wat minder kan? Dat er een soort... ...gradaties in zitten. Ja, klopt. Ik kan goed praten natuurlijk. Ja. Sommigen kunnen niet praten. Sommigen kunnen stotteren. Ja. Minder, minder makkelijk aan de woorden komen. Maar ik weer wel. Ja. Dus, dus dat ja. maakt het misschien voor andere mensen dan soms moeilijk... ...omdat ze niet meteen weten... Um, ...of iemand zich heel goed kan verwoorden... ...of misschien niet. Dus dat ze daar dan verkeerd inschatten, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Ja, bij deze nou, wat jij zegt van uh, onder andere daarvoor zitten we hier natuurlijk ook, om gewoon te laten zien van nou, dat, dat kan gewoon. En alles wat jij doet en hoe jij bent als mens, dat is natuurlijk ja. heel mooi om, uh, om te zien. En daarmee kun je ook weer andere jongen inspireren. Of dat die nou wel of niet is daar van hebben, daar gaat het natuurlijk niet om. Klopt. En in dat TV-programma, dat ging er vooral om: jullie gingen op onderzoek samen, toch? Met ja, z'n drieën. Merci, ja. en, en wat gingen jullie dan onderzoeken? Kun je dat nog vertellen? Ja, onderzoeken waren uh, nog meer mensen zijn met oh. zoten. Ja, of dat er nog meer mensen zijn met syndroom van ja. Down. En, en wat hebben jullie onder andere ontdekt dan in het programma? Ik ben ook naar Kopenhagen geweest. Ja. Met degene die er ook mee Gingen we daar ook kijken? In Denemarken. Ja. Dus ook kinderen zijn met syndroom van Down. En er waren zeker wel kinderen met syndroom van Down. Dat is minder ja. dan in Nederland. Oké. Okay. Ja. En waardoor kwam dat? Dat er daar minder waren? Of weet je dat niet? Dat weet ik heel niet. Oké. Okay. Want in het programma gingen jullie ook onderzoeken, toch, met ja. die, die nieuwe test, die of jij inmiddels niet meer nieuw, maar NIPT-test heet dat, toch? Klopt. Uh, en dat is een test waarmee dat, uh, ja, doktoren zeg maar, bij een ongeboren kind kunnen onderzoeken of dat die wel of niet het syndroom van Down heeft. Klopt, ja. Ja. En daar had jij een aantal hele persoonlijke gesprekken uh, over uh, met de mensen die zo dicht bij jou staan, dus bijvoorbeeld ja. met je moeder. Ja, klopt. Um, en wat vind jij überhaupt van zo'n test? Vind je dat mensen dat zouden moeten doen of niet? Ja, kijk, instantie, denk ik, jongens. Je kunt het weer doen, maar dat is niet voor nodig. Laat kan gewoon geworden worden. Laat maar zien wat in de wereld is. Ja, en snap je soms ook waarom dat mensen misschien wel van tevoren zouden willen weten... dat ze misschien als ze zelf... Uh, wat minder stabiel zijn bijvoorbeeld... dat ze misschien kunnen denken van... oma, oh, zou ik dat wel kunnen, zeg maar... een, een kind met zijn vandaan opvoeden? Ja, als ze dat kunnen, dan kunnen ze het. Als ze denken, ik kan het niet. Ik kan het bestaat niet. Dus, je kan het of niet. Ja. Dat moet je zeker of nadenken. denken. Dat je het gaat doen of niet gaat doen. Dus, denk eraan... als je een gedaan vandaan hebt... Laat je zien wat in de wereld is. En je weet nooit wat je kunnen bereiken. Sterk hoe je dat vertelt. Ja. Ja. Hoe uh, herinner jij je dat gesprek met je moeder wat je toen voerde? Waarin je eigenlijk aan haar vroeg van... Hé hey man, uh, wat als jullie dat over mij hadden geweten van tevoren? Voordat ik werd geboren? Ja, mijn moeder die... Uh, ja, ik werd geboren natuurlijk. Ja. En mijn moeder zag het altijd ik al over het oude had. Toen je geboren werd al. Ja. Ja. Vader, eh, niet. Die, eh, mijn vader, die heeft me aan mijn vader verteld. Oké, okay, ja. Yeah. En die zei al, als ik een zoon krijg met een eraf of mag ik mag die naar dicht. En we hebben het niet gedaan. Mijn vader ging douchen, toen ik die zitten was. Ja. Yeah. Dan ruikte me wel dat ik dat hoorde. Ik dacht, oké. Okay. Maar verder... Ja, natuurlijk. Ik heb een heerlijke moeder ik heb fantastische zus. ja dus ja en heb je nu nog ook contact met je vader nee die is helaas overleden die is overleden ja. oké okay. want in de serie of in dat programma zei je moeder volgens mij wel um, meer even uh, positief over je vader, dat hij dat voordat jij geboren werd, zei hij dat, van hey, ik zou eigenlijk als, een, als ik een kindje krijg met zijn droom van down dan inderdaad stuur hem naar na het gesticht. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje, weet je wel, gewoon vroeger en hoe dat mensen dan praten, dat, ja. dat meende hij waarschijnlijk niet helemaal vanuit zijn, zijn hart, zeg maar. Klopt. Uh, maar toen jij geboren werd, was hij juist heel erg blij, toch? Toen, toen vond hij dat helemaal niet meer. Ja, dan wil hij later had mijn vader mij ook in mijn, dat ik in zijn armen lag. Ja, precies. Dan laat hij me te wel accepteert. Oh ja. ja, dit is hem, um, dit is mijn zoon. ik wil gewoon met dealen. Dat is eigenlijk misschien ook wel wat jij net bedoelt met die test, dat je zegt van ja, je kunt eigenlijk misschien wel niet van tevoren, voordat je een kindje hebt, ja, gezien en uh, op aarde hebt gezet, al gaan beslissen of je het kind dan accepteert of niet, want dat weet je eigenlijk nog helemaal niet. Klopt. Ja, dat vind ik wel interessant inderdaad, dat je dat op die manier. Um, hoe dat er natuurlijk ook bij je vader is geweest. Dat iemand van tevoren misschien zegt van... oh nee, als mij dat overkomt, dat wil ik niet. Maar je weet het natuurlijk pas. Wat jij ook de hele tijd zegt. Als je het hebt gedaan of als je het doet... dan kom je erachter. Klopt. Hé hey Saskia, jij bent even bij ons aangeschoven. Ja. Uh, je zit hier al de hele tijd bij ons in de studio. We hebben ook aan deze opname contact met elkaar gehad. Ja. Want jij bent de zus van Sjoerd. Ja. En um, we hadden het net natuurlijk samen over die NIP-test... en over het tv-programma De Laatste Duinen... waarin Sjoerd op onderzoek uitging. Um, en Sjoerd zei van... Hey, of je nou wel of niet van tevoren weet of een ongeboren kind syndroom van Down heeft. Je moet gewoon accepteren en je moet gewoon je verantwoordelijkheid pakken. En dat kind uh, ja, de wereld laten zien. En andersom de wereld het kind kunnen laten zien. Ja, klopt. Hoe ja, dat we? is echt... Um, ik denk dat het voor Sjoerd... Uh, ja, voor Sjoerd gingen er gewoon deuren open eigenlijk zijn hele leven al. Dus ik denk dat hij oprecht ook uh, alleen maar de positieve kanten kan zien nu van Down. Ja. Omdat hij het gewoon zelf echt niet ziet als een beperking. En eigenlijk meer als een verrijking. Um, ja, ik, ik heb zelf zoiets van: ik vind de niptest wel een uitkomst. Niet zozeer omdat ik vind van nou, kinderen met down moeten niet geboren worden, want het tegenovergestelde eigenlijk. Alleen ik denk dat het voor heel veel ouders wel belangrijk kan zijn om van tevoren te weten waar ze tegenaan lopen. Want kijk, je kan een shirt hebben die echt van heel hoog niveau is en die alles uh, uh, eigenlijk voor elkaar heeft. Ja. Maar je weet natuurlijk nooit van tevoren wat voor niveau jouw kind met down eventueel zou kunnen hebben. Ja, um, ik heb zelf twee kinderen, twee jongens. En bij de eerste uh, uh, hebben wij bewust gekozen om niet een niptest te doen. Omdat we toen echt erin stonden van: Nou, hè, als het gebeurt, dan gebeurt het. En dan uh, kunnen we dat ook alweer aan en dan zien we wel. Ja. Um, maar tussen mijn eerste en tweede uh, kind is mijn schoonzus bevallen ook van een kind met down zonder dat van tevoren te weten. En als je dan ziet wat voor impact dat kan hebben op ouders, als je dus. En, Hè, ervan uitgaat dat je een kind krijgt wat gezond is en het wordt geboren met down. Ja, um, ja dat, dat is gewoon best wel heel heftig. En uh, dus bij mijn tweede zoon, toen wij zwanger waren van mijn tweede, uh, hebben we wel de niptest gedaan. En um, niet zozeer omdat we dachten, nou als het down heeft dan komt het niet. Maar meer omdat je toch echt niet voor die verrassing wil staan. En ik denk dat het heel goed is dat ouders zelf... Um, kunnen bedenken van, nou, is dit iets wat ik aan kan of niet? En ja, weet je, het is toch een stukje extra zorg. Het is niet uh, allemaal heel makkelijk. En kijk, als je zoet ziet, dan denk je... nou, dit is een topper natuurlijk van een downer. Maar zo zijn ze echt niet allemaal. Ja. Dus dat is... Uh, ja, ik, ben, ik sta wel achter die niptest. Ik vind dat wel... Uh... Ja, en, en kun je eens omschrijven wat de impact is... Um, in dit geval op jullie leven... Uh, dus dat van jou en je moeder bijvoorbeeld, of jullie moeder... Dat um, Sjoerd Down heeft, wat brengt dat voor extra zorg dan met zich mee? Nou, ik denk dat je het zo moet zien dat je, um, als jij een gezond kind hebt, zeg maar, die gaat op een gegeven moment uh, hè, op zijn 21ste, laten we even wat zeggen, uh, het huis uit, die krijgt zijn eigen leven, weet je, die gaat echt een beetje zijn eigen weg. En um, ja, bij een kind met Down, dus zoals Sjoerd, die zorg stopt nooit. Dus je hebt nog steeds, dat ook al woont hij op zichzelf en doet hij eigenlijk alles hartstikke goed, is het nog steeds zo dat um, iemand eigenlijk constant wel uh, moet, moet zorgen dat alles voor hem geregeld wordt. Hè? Van zijn was doen, bewijzen van tot zorgen dat hij op tijd op werk komt. Dat eigenlijk, uh, ja, wat ik zeg, weet je, waar je normaal bij een uh, kind die op een gegeven moment volwassen wordt kan denken van, nou jij redt jezelf wel, gaat dat bij Sjoe natuurlijk nooit over. Ja. ja. En jij ja, zei ook al van jullie moeder, die, die had al veel ervaring met het werken met uh, kinderen met bijvoorbeeld een vandaag. Ja, zij heeft eigenlijk altijd al um, gewerkt ook met mensen met een beperking en dat doet ze nog steeds. Uh, ik denk dat het voor haar ook geen optie was geweest om misschien überhaupt een niptest te doen, hè, om daar even op terug te komen. En als ja. ze het wel had gedaan, dan was er ook sowieso geen twijfel geweest of het kwam of niet. Want zij is echt geboren voor dit, weet je wel. Het <laughs> is ja, echt heel bijzonder. Ja. ja. Maar ja. je zegt inderdaad, ja, ze werken met kinderen met een beperking. Maar zie jij het ook echt als een verrijking van jullie levens door het plezier wat je het misschien meebrengt? Nou, en altijd dat de zeker, dat zeker. Alleen ja, weet je, het is wel, het, het is ook wel nou, lastig, is niet het goede woord, maar het is wel anders geweest ook. Weet je, het is natuurlijk mijn enige broer. Ja, uh, je hebt niet echt vergelijkingsmateriaal. Dus uh, ja, weet je, er zijn echt wel momenten geweest dat ik af en toe dacht van... Uh, hè, doe ze een formaal. Weet je, hij was wel echt iemand die altijd heel erg in de belangstelling wilde staan. Zoals en, je uh, net al zei. Ja. Ja, ja, nou ik was daar dus niet zo van. Ik bleef altijd liever op de Zij achtergrond. Echt, ja. <laughs> ja. Ja. Maar goed, weet je, kijk, als ik nu naar hem kijk, hij heeft zoveel bereikt. En ik vind dat zo super bijzonder, weet je. Voor iemand met Down die dan toch zo goed meekomt in de maatschappij. En uh, ja, ik ben wel echt uh, super trots op hem gewoon. Hoe ja. Ja. is dat voor jou om te horen? Ja... ja. Ik bedoel, mijn eigen zus die gewoon zegt, ja, dit ruikt me best wel veel natuurlijk. Ja. Ja, mijn broer en zus. Dat weet je toch wel. Ja, dat weet ik, maar dat nog. Ja. Ik gewoon verrijken met jou zoals zij. Ze is ook mijn idool. Mijn grootste idool. Ja, is het zo? Zeker. <laughs> ja. En is ook verrijking voor mij ook dat ik echt perfecte fantasies heb, ja. Precies, dus jij bent ook trots op haar? Zeker wel. Nou, wat mooi zeg. <laughs> <laughs> Top. Nou, leuk dat je dit even wilde toelichten. Ja. Of in ieder geval goed dat je dit even wilde toelichten. Want dan hebben we een beetje de perspectieven. Jij kunt natuurlijk vanuit de, de andere kant, Simon, zo te ja, zeggen, precies. weer goed uh, toelichten. Ja. En ik denk ook dat er geen. Dat zeg ik wel vaker meteen. Ja, voor mij is er nooit één goed of fout of zo. Want het gaat uiteindelijk wel inderdaad of mensen het allemaal aankunnen. Ja. En er zijn natuurlijk, uh, net zoals dat wij allemaal verschillend van elkaar zijn. Ook in die, de rest van de wereld heel veel mensen met, uh, weet je wel, die misschien ja. op een andere manier. Niet zo goed mee kunnen komen, ouders is dus ook. En dan kan ik me inderdaad wel voorstellen. Daarom bedoel ik net ook van ja, als je al wat minder stabiel bent, dus je hebt zelf al mijn problemen en je leven loopt nog niet zo lekker. En je krijgt dan ook nog eens die zorg erbovenop. Dat dat wel heel heftig kan ja. zijn, inderdaad. Ja, nou, zeker. En dan geloof ik wel ook heel erg wat zoet zijn: van ja, maar als je het echt wilt, dan kun je het. Ja. Maar ja, dat, daar zitten natuurlijk ook gradaties in. Dus dat uh... en natuurlijk, dit moment is heel erg mooi om even te zien hoe jullie met elkaar omgaan en uh, hoe die liefde zit. Zeker. ja. <laughs> Hey er luisteren natuurlijk heel erg veel jonge mensen naar deze podcast. Ja. Dat zijn mensen die willen gaan ondernemen of die hebben een bepaalde passie waar dat ze eigenlijk net zoals dat jij dromen hebt die dat ze willen gaan realiseren. Ja. Jij zei al, nou, vroeger was het mijn droom al om acteur te worden. Dat is ja. je gewoon gelukt. Je ja. bent er ook heel stellig in dat je zegt van nee, hey, ik wist al dat me dat ging lukken, de mensen omheen wisten dat. En ik heb het gewoon gedaan en ik ben het nu aan het doen. Gelooft. En je weet ook wel duidelijk dat je zegt van nee, hey, mijn eindstip op dit moment op de horizon, dat is gewoon een goede tijden spelen. Ja. Er zijn ook heel veel jonge mensen die denken wel van, ja, ik, stiekem wil ik eigenlijk wel iets. Ik heb een bepaalde passie. Maar ik durf dat misschien niet zo goed tegen anderen te vertellen. Omdat ik bang ben dat ze dan stom reageren. Uh, of omdat ik misschien denk dat ik dat zelf dan niet kan gaan bereiken. Uh, wat zou jij tegen die mensen willen vertellen? Nu vanuit je eigen ervaring. Vanuit mijn ervaring, ja. Als je slim bent, ga dan op toneel. Leren om acteren. Ja. En schrijf jezelf in in het kansenbureau. Wie weet komt dat op de pad. Laat je dromen maar uitkomen. Dat is het beste advies wat ik kan geven. Ja, en dat is ook hoe jij er naar kijkt, hè? Van een, een uitdaging dat is geen probleem, maar daar stap je gewoon in. Nieuwe kansen die pak je aan en dan ga je daarvoor. Ja. Dus of dat nou uh, abseilen is, of uit een vliegtuig springen, ja. of uh, acteren in een hitserie, uh, daar wordt jij niet, ga je niet door aan jezelf twijfelen, maar dan denk je juist van ja, ik kan dit. Ja, klopt. En zie je dat veel bij mensen in je omgeving dat die dat misschien niet doen? Dat ze dan zeggen: van nee, ja, laat maar zitten, of misschien moet ik nog even afwachten. Ja, ik weet dat als je er bang zijn, dat hoeft eigenlijk niet. Laat je een in, in het asbureau. En laat misschien zien wat jullie kunnen. Precies. Ja. Gewoon een actie in de taxi, ja. letterlijk, en, Juist. Uh, en beginnen. Ja. Ja, want alles is mogelijk. je is zeker weten, ja. Hey, om af te sluiten, want we hebben al een heel mooi gesprek natuurlijk. We hebben heel veel dingen al besproken die dat, uh, die dat je doet en die dat je hebt gedaan. En hoe je bent gekomen waar dat je nu bent. Klopt. Um, we hebben je zus ook gesproken. Ja. En ik had uh, de luisteraars vragen altijd: Van hé, hey, zou je nog wat vragen over short uh, kunnen insturen? Waar ben je benieuwd naar uh, uh, okay. als je naar short kijkt? Nou, dat is natuurlijk ook weer massaal uh, gedaan. Ik kan nooit al die vragen stellen, maar ik pak er altijd een uh, paar uit van. Ik denk van die zijn wel leuk om te stellen. Oké. Okay. En de eerste vraag is ook heel simpel, maar dat is... Wat is jouw droomauto? En heb je een droomauto? Jazeker wel. Een Lamborghini. Lamborghini? Ja. En welke kleur? Rood. Kijk, knalrooie Lamborghini. Jazeker. <laughs> en die gaat er ook komen? Dat weet ik niet, maar... Uh, ja, Lamborghini is gewoon even een hele vette auto. Ja. Rood in de kleur. Dus ja. En wat vind je daar zo gaaf aan? Dat hij zo snel is? Of? Ja, zo snel is. En... Uh, en ook wijze uh, kleuren natuurlijk. En zijn gaat, gaat gegeven Ja. Dat je echt die uh, geluid hoort. Ja, ja, precies. Die knal uit, uh, uit ja. de knal blijft, zeg maar. Ja. ja. Heb je er al ooit in gezeten? Nog niet. Nog niet. Nou, ik weet dat er een paar mensen die te gast zijn geweest in de podcast, die, uh, die rijden een Lamborghini. Oh, wow. Dus uh, ik denk dat ik dit stukje er even van ga uitknippen en dan naar hun toe kan sturen. En wie weet uh, kunnen zij dat wel uit laten komen. Dat is goed. Gaan we, gaan we eens proberen. Dat lijkt me een leuke uitdaging om ja, te kijken hoe ik ook, dat, ja. uh, dat voor jou kan doen. Ja. Ja. En een andere vraag die werd gesteld. Er zijn natuurlijk ook veel vragen over MocroMafia. om iedereen van hoe gaat dat allemaal en hoe werkt dat? Oh, werk leuk. leuk. Uh, en de eerste die dat is gesteld. Je had het al een beetje verteld. Maar met wie van de acteurs, van de anderen, had je echt een goede klik? Dus dat je zei van oh, dat hey, vind ik... goede klik. Ja, ik heb best wel veel acteurs een goede klik hebben. Ja. Daar tel ik natuurlijk wel van hoor. Ja. IJs. Geliet? Eh... Uh, ja, walid. Komt goed? Komt goed, ja. Dus ja, echt, met die heb ik heel gelukkig Zeker. Ja. Sjoerd, een andere vraag die is gesteld. Je hebt nu natuurlijk een uh, serie op Videoland, Joey en ja, Matties, waarin ja. je met al die acteurs waar je zo'n goede klik mee hebt, uh, ook weer op pad gaat. En iemand vraagt van ja, hoe is dat idee tot stand gekomen om jouw eigen serie te hebben? Uh, ja, één makkelijker of jij een vrouwlijn. Ja. En in verhalen ben ik doodgeschoten natuurlijk. Ja, je bent doodgegaan inderdaad. En dat is niet uh, de reden natuurlijk. Maar de reden was dat ik altijd een goed klik heb met de acteurs. Dus ze, ze wouden bij mij niet uh, weg laten halen daar. En dan krijg ik deze serie van en Matthews. Ja. Ik ben toch beter bij, bij Monkloof ben. Ja, precies. En Javier Maatjes is echt een serie voor mij. Om ook te vermaken om jou dan interviewen. Hoe dat in werking gaat. Ja. En daarom ben ik met deze serie ook mee ingegaan. Dus eigenlijk wat je zegt is ook heel belangrijk voor de mensen die luisteren. Want los van dat jij goed kan acteren, is het ook gewoon heel belangrijk om een leuk persoon te zijn. Dus dat je leuk in de omgang bent. Ja. En dat mensen graag met je omgaan. En in jouw geval ben jij zo leuk eigenlijk dat ze hebben gezegd van ja, we willen Sjoerd nog niet kwijt. Ook al ben je in de serie, ben je dood gegaan, ja. maar jij moet gewoon hier blijven. Ja. Nou, dat is eigenlijk het mooiste compliment wat je kunt krijgen, toch? Zeker wel, ja. 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 En, en de laatste vraag, je zei het net zelf al, die gaat inderdaad over die scène in Mokro Mafia dat jij dus dood wordt geschoten. Ja. Hoe, hoe reageerde je toen je hoorde dat je uit, uit de serie ging, dus dat Joey dood ging? Ja, ik zei ook kut, Nee. Ja, ik wil al mee actie hebben. Ja. Vroeg ik vroeg hier zelf van. En toen ik hoorde dat ik actiever werd, dat dat moest, in de vrouwlijn. Dat ik nee, klote. Ja. Dus dat was wel even een baalmoment. Ja. ja. En toen je het eenmaal had laten bezinken en je wist vanuit het moment gaat komen, dus je moet die scène dan gaan spelen. Ja. Vind je dat spannend om te doen? Want het is natuurlijk heel moeilijk eigenlijk om te spelen dat je dood wordt ja, gespeeld, of niet. Ja, ik heb ook de mensen die er waren geleerd hoe ik uh, op de manier dat ik dood moest vallen. En kun je eens uitleggen wat, wat moet je daar dan voor moet doen? Uh, ja, op grond zitten natuurlijk en gewoon glijend uh, liggen. Dus je moest op een soort, in een soort soepele beweging ja. uh, je heen gaan? En op één plek uh, blijven kijken. En daar eindigde het verhaal van uh, Joey, maar toch niet helemaal. Ja, want je werd dus gewoon weer, uh, weer tot leven geroepen. Ik werd tot, tot leven geroepen. Daar met Joey en zijn Ja? Ja. Ik vond het heel mooi om je te spreken, Sjoerd. Ik jou ook. Ik ben uh, ook heel erg benieuwd waar jouw verhaal uiteindelijk je naartoe gaat leiden. Je hebt natuurlijk al heel veel mooie dingen gedaan. Je hebt mooie mensen om je heen, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Zeker. Of het nou op de set is, of je, je, je moeder en je zus ja oude ja, vrienden die waarschijnlijk naar zitten te luisteren denken van... ...hé, hey, misschien moet ik hem toch weer eens even een berichtje sturen van zo Ja, ik denk ik <laughs> dat ook wel, ja. ja. Is er nog iets wat jij wilt zeggen? Waarvan je zegt van, hé, hey, dat heb ik nog niet gezegd. Of tegen de mensen die luisteren. Ik heb al verkering, dus ja. <laughs> jij hebt al verkeerd. Dus ja. Ja, precies voor de, voor de mensen die de kijken. Luisteren als die nu luisteren. Ook voor de vrouwelijke fans Ik heb al verkering. <laughs> ik ben opgezet. Ik heb al zeven jaar een lijstje bijbredd. Dus... Dames, jullie kunnen mij niet veroveren. Fantastisch. Dus ze mogen jou berichten om een foto te maken of even een selfie. Maar ga geen relatieverzoeken sturen, want dat nee. gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Brit, uh, tell you uh, Brit, you heb ik heb ook al bij zeven jaar. Ja. Wil ik al bij blijven. Nou, Brit, als je dit kijkt of luistert, uh, je ziet en je hoort het, uh, hij gaat helemaal voor je. En je hebt een topper van een vriend. 100% zeker. Precies. Dus ik wens jullie heel veel geluk en liefde samen. Dankjewel. En uh, ik ben heel erg benieuwd wat je gaat doen, man. Dank je wel. Graag gedaan. Oh, twee seconden voordat je weer doorgaat met je dag. Vanaf nu maak ik dus elke week op mijn Instagram bekend wie dat mijn gast zal zijn... en geef ik jou de mogelijkheid om vragen in te sturen. Op die manier krijg jij dus direct toegang tot de gasten van de podcast. Volg me op Ed's en dan ben jij als eerste op de hoogte wie dat er gaat komen... en maak je dus ook de meeste kans dat jouw vraag gesteld gaat worden. Tot de volgende keer.